Ja, Martijn, buongiorno en welkom bij VIZSM van vrijdag 21 april. Grazie. Van het jaar 2023. Ja, wij zitten er op zich wel goed bij hier. Maar, zitten we in een of andere buitenwijk in Parijs, hè, met allemaal regen en verschrikkelijk weer. En moet je nou eens kijken hoe we erbij zitten. Zonnetje schijnt, vogeltjes fluiten. Ik zeg net, die bomen die jij zo mooi vindt, die Romeinse bomen, die staan helemaal in bloei, hè? Ja, maar die zijn echt mooi. Ja, die ken je vanuit de film Gladiator, hè? Ja. Zie je, dat soort bomen. Nou ja, nu hebben ze echt in levende lijven. Nee, maar echt een prachtige omgeving. Het is bijna jammer dat we weer naar huis moeten. Ja, wij zijn inmiddels een klein beetje bijgekomen, denk ik. Maar ik denk dat dat voor Feyenoord misschien nog niet helemaal het geval was, hè? Want gisteravond uitgeschakeld door AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. Over twee wedstrijden gezien misschien toch wel terecht? Uiteindelijk wel, als je kijkt naar de kansen en ook de momenten. Roma in Rotterdam natuurlijk al een bal van de lijn gehaald. Nou, gisteren een balletje op de paal die Bijlo nog pakte. Kobbel op de lat van Ibanez. Ja, op basis daarvan kun je niet zeggen dat het onverdiend is. Maar ja, Feyenoord was wel heel dichtbij. Hè? Een paar minuutjes, man. Een paar minuutjes scheiden die ploeg van de halve finale Europa League. Ja, en dat zorgt natuurlijk voor de teleurstelling, hoewel ik heb na afloop nog even in de mixzone gestaan en al die spelers kwamen voorbij. Ja, die hadden het. Tuurlijk, die balen enorm. En die voelden natuurlijk ook hoe close het allemaal was. Maar die zijn natuurlijk wel heel snel weer tot de orde van de dag. En die zijn niet gek. Dus die voelen natuurlijk ook wel van, ja, weet je, we hebben er echt alles aan gedaan. Maar we komen gewoon net even tekort. En wat mij opviel, was dat meteen alles alweer op Utrecht was. Dat moet natuurlijk ook wel. Ja, want Feyenoord natuurlijk volop in de jacht op de landstitel. Die moet natuurlijk gepakt worden, maar dat tekent misschien deze ploeg wel. Dat ze al zo snel die knop om kunnen zetten. Ja, dat kwam ook door Slot. Hè. Die heeft zo'n afloop in die kleedkamer de deur op slot en een speech gehouden. En gezegd van, jongens, we hebben er alles aan gedaan. We mogen trots zijn voor de manier hoe we ons hebben gepresenteerd. Hè. We hebben in fases gewoon geweldige voetbald hier in dit stadion. Hij heeft het even teruggenomen naar 8 maanden eerder. Toen ze natuurlijk helemaal ondersteboven werden gespeeld door Lazio. Er zit natuurlijk een geweldige ontwikkeling in het elftal. Nou ja, daar moeten ze zich dan aan vasthouden. Ja, je moet als trainer natuurlijk ook weer gelijk proberen om het positieve te benadrukken. Nou, dat doet hij natuurlijk ook wel. Maar goed, weet je, als je zo dichtbij bent, je hebt het voor het grijpen. Ja, en dan komt er een superspeler komt erin en die beslist het eigenlijk. Want kijk, die verlenging kan je al van alles van vinden. Maar het gaat natuurlijk om die invalbeurt van Dybala en die 2-1. Hoe die hem aanneemt, wegdraait en binnenschiet. Ja. Dan kun je als ploeg alles goed doen, maar dan ben je toch kansloos tegen een geweldige individuele actie. En dat is ook voetbal, hè? En laten we daar ook blij om zijn, weet je wel, dat toch nog steeds verschil maakt, zulke spelers. Ja. Ook al is het nu voor Feyenoord heel vervelend. Daarvoor leek het natuurlijk helemaal top te zijn voor Feyenoord. Ze kwamen wel 1-0 achter, maar ja, 10 minuten voor tijd was daar de kleine Braziliaan Igor Paixão, die echt ontzettend goed kan koppen, hè? Gisteren namen wij natuurlijk dat filmpje op voor Instagram, weet je wel, dat live. Ja. En ik zei 1-1 goal Paixão. Dus ik zat me helemaal rijk te rekenen. Ja, ik word nou natuurlijk straks gezien als de grote ziener. Ja. Maar ja, nogmaals, Dybala die kwam en die veranderde gewoon alles. Ook Abraham hoor, trouwens, want het zijn wel twee topspitsen die invallen. Ja, het is toch wel lekker als je Mourinho bent en je kan ze nog even brengen. Hè? Ja, en dat ging weer veel over Mourinho natuurlijk na afloop. De beelden zijn viral gegaan inmiddels. Het sleutelhangertje, een mini Conference League bekertje aan Joep Schreuder gegeven. Ja, geeft hem ook precies aan de goeie. Ja. Want Joep speelt het spel natuurlijk ook wel mee. Ja, tuurlijk. Dat is een schitterende beelden. Dat al die Italianen werden natuurlijk helemaal rapperoer. Want Mourinho deed wat geks. Weet je wel, nou, dan staan ze natuurlijk allemaal paraat. Joep, die kreeg dat sleutelhangertje. En die heeft vervolgens gewoon 10 minuten gewoon zo gezeten. Die heeft 10 minuten zo gezeten. Niks gezegd. Maar dat al die Italianen gewoon een foto ervan konden maken. Ja, dat is toch schitterend. Ja, dat kan alleen bij Mourinho. Pandemonium. Dat kan alleen bij Mourinho, ja. En dat maakt natuurlijk ook allemaal wel weer. Nou, ik wil niet zeggen speciaal, maar wel weer lachen natuurlijk. Het is niet zo dat je nou een trainer hebt die zegt, nou, we hebben 4-1 gewonnen van Feyenoord, boom. Nee, ik krijg nog een toegift met een show en een beetje klagen. Dat Slot had gezegd dat hij liever naar City keek in Napoli en dat Mourinho dan gillend in de tunnel liep. Want je moet ook vaker naar Roma kijken. Daarna complimenten toch aan Feyenoord en ook wel terecht, want ik denk toch wel dat hij met zweet in zijn handen heeft gezeten hoor, toen die 90ste minuut kwam. Maar ik denk van ja, even overleven en ik vlieg er gewoon uit. Maar hij heeft toch elke keer is hij toch weer in staat om zo'n wedstrijd dan toch weer te winnen. Hè? Ja. Ja, je ziet hoe los die gaat, hè, na die goals. Echt alsof die Europa League al gewonnen is. Echt ongelooflijk overdreven. Dan zegt hij weer dat hij hem al een keer gewonnen heeft. En dat het vooral leuk is voor Roma. Maar dat hij hem al in zijn kast heeft staan, wat natuurlijk zo is. Maar de manier hoe hij dat vierde met dat handje. Iedereen moest maar zingen. En dat verraadde toch ook wel een beetje opluchting.
Ja, wij zaten elkaar wel aan te kijken in de rust. En tenminste, ik zei tegen jou, als Feyenoord niet doorgaat, hebben ze het eigenlijk aan zichzelf te wijten. Maar misschien achteraf is dat niet helemaal zo. Nee, ik snap ook wel dat je wat je bedoelde. Maar nogmaals, als je... Ja, de eerste helft was Roma gewoon niet goed. Begonnen wel sterk. Ze begonnen sterk, maar daarna... Daarna nam Feyenoord het gewoon over en hadden ze een paar geweldige momenten waar hoe ze onder druk uitkwamen. Ja, wat je jezelf dan kan verwijten is dat je gewoon niet meer goals scoort. Szymański grote kans, Giménez bij 2-1 nog een hele grote kans. Ja, dat moeten wel goals zijn op dit niveau. En als hij dat dan niet doet en er komen spelers in die het wel gewoon afmaken bij de tegenstander, zegt dat ook wel wat over het verschil nog tussen Feyenoord en dat soort teams. Ja, los van alles, los van die hele wedstrijd. Sfeer vooraf was geweldig, stadion was geweldig. Ja, dat was toch een geweldige We hebben echt een geweldige avond gehad, toch? Sowieso, alles erop en eraan, die wedstrijd. Gewoon een slijtageslag, Feyenoord dat gewoon goed voetbalde. Het publiek wat helemaal tekeer ging al voor de wedstrijd. Geweldig, als weer iedereen zei van dat Olympico, ja, dat is maar een saai stadion of zo. Niet als het vol zit. Niet als het vol zit, nee. Kijk, tegen Lazio is dat voor de helft vol, dan kan je dat misschien denken. Maar gisteren, jeetje man, vlaggen, enorme toestand, al die supporters, helemaal krankzinnig al voor die wedstrijd. En dat is ook sinds Mourinho, hè, zeggen ze hier. Sinds hij er is, zit het stadion ook weer vol. Ja. Dus ja, die man is hier ook een halve god. Maar het zorgde wel voor een geweldige sfeer. En rode kaarten, verlenging. Ja, rode kaart voor die assistent scheids, die rare ding, trainer. Ja, die Foti, ja. En van Giménez natuurlijk Giménez. Nog. Dat hoort er dan ook bij in zo'n wedstrijd, hoewel het natuurlijk oliedom is. Maar goed, ja, alles erop en eraan. En dan uiteindelijk net op waarde geklopt. Dus dat is zonde, maar toch ook wel weer genoeg om je aan vast te houden, denk ik. Ja, want zondag, je zei het al, hè, Feyenoord tegen Utrecht. Die focus ligt er al helemaal in Rotterdam. En ik denk voor Arne Slot misschien ook wel lekker. Dat je op die manier toch weer verder kan. Anders heb je misschien... in de volgende wedstrijd, hè? Ja, maar dat sowieso, maar... Ja, dat was... Mourinho zei het weer gisteren. En dat was uit de grond van zijn hart. En dat meende hij ook wel. Van, hij had veel respect voor Feyenoord, hè? Ja, dat zag je, hè? De manier waarop ze voetbalden. Goede spelers, goede trainer. Worden kampioen. Hij wilde ze één les meegeven. Dan wees hij op zijn witte haar. Blijf niet hangen in de verloren wedstrijd. En er is altijd weer de volgende. En zo is het natuurlijk. Er is altijd weer de volgende wedstrijd. Nou, van Feyenoord Utrecht thuis, 4:45. Daarvoor de lam en de blinden tegen elkaar. Nou ja, je weet precies wat je moet doen om dat kampioenschap min of meer veilig te stellen. Dus ja, genoeg om voor te spelen natuurlijk. 7 mei wordt het dan, denk je, of 14? Het ligt of het een gelijkspel wordt, hè? Ja. Nou, ik denk dat er wel een winnaar komt bij PSV Ajax. Dus ik denk dat het nog een weekje opschuift dan. Ja, wie denk je dan te gaan winnen? Ik denk Ajax toch. Okay. Denk ik, maar dat is gevoel. Alleen maar omdat ik PSV tegen Volendam heb zien spelen. Tweede helft in Leeuwarden op dat kleine tv'tje. Ja. En daar was ik ook bij. Jij was er ook bij. Ja. Was je er ook bij? Ik was erbij, ja. Ja, ja. Oh, je was bij PSV? Ja, ik was bij PSV, ja. Nee, anders zou het gek zijn, dan hadden we niks opgenomen. Dat ik heel snel weer in die auto was gestapt. Nee, maar je was erbij. Dus ja, kijk, Ajax is ook niet geweldig. Maar ja, ik zeg ook maar wat op basis van die wedstrijd. Maar ik ben wel benieuwd. Gaat Joep ook naartoe trouwens? Oh ja, is dat zo? Ja, die gaat naar die wedstrijd. Dus dat wordt ook weer wat. Nou, daar kom ik hem weer tegen, denk ik. We moeten het ook over AZ hebben natuurlijk. Wij zaten natuurlijk in Stadio Olimpico gisteren. Maar AZ is gewoon door naar de halve finale van de Conference League. Ja. Eigenlijk moeten we daarmee beginnen. Maar een geweldige prestatie natuurlijk. Een geweldige prestatie. En ook niet... van tevoren werd het een beetje gedaan of kansloos. Maar ik denk, ja, Anderlecht, wat staan die? 8e, 9e in België. Ja. De kloten gekregen bij Genk. En AZ, als dat een beetje gaat draaien, is het wel in staat om van zo'n tegenstander te winnen. Uiteindelijk strafschoppen voor nodig. En wel leuk dat zo'n jongen dan het allemaal eventjes doet. Hè. Dus het geeft er weer een boost aan de opleiding waar ze natuurlijk daar heel trots op zijn. En die wij nu ook volgen. Want Pieter Zwart zit natuurlijk in het bruisende Nyon. Vandaag speelt AZ in de Youth League natuurlijk. Ja. Tegen Sporting. Ja, dus ja, wat dat betreft... is geweldig voor die club en ook voor het Nederlandse voetbal. Ja, hoofdrol nog voor de keeper natuurlijk van AZ, Matthew Ryan. Ja. Het zit allemaal mee, hè? International, hè? Dus die kan wel wat. Het is niet zijn eerste penalty-serie waarschijnlijk die meemaakt. Dus. Nou, maar het is wel handig als je een beetje ervaren keeper hebt op zo'n moment. Ja. Ik was ook wel benieuwd geweest hoe dat nou met Feyenoord was gegaan. Stel dat het tot strafschoppen was gekomen. Ja. Met dat gekke stadion en alles erop en eraan. Ja, dan... Vooraf zou je zeggen, ja, je kan eigenlijk niet winnen met strafschoppen van de Italianen, maar... Ja, waarom niet? Ja, dat is allemaal achteraf. Het heeft allemaal geen zin nu. Nee, maar het is wel... Was wel benieuwd geweest, ja. Ja, was wel benieuwd geweest. Maar AZ top gedaan, ja. En nu tegen? West Ham United. Dat is natuurlijk wel mooi. Ja, zeker mooi. David Moyes is daar de trainer en die kreeg gisteren al de vraag, wat weet je van AZ? Hoe? Ja, zo ging het ongeveer, ja. Ah, hoe?
Ja. Naar AZ. Hij zei van, ja, volgens mij staan ze al heel lang vierde achter Ajax en PSV of zo. En vrat hij even dat Feyenoord al heel lang bovenaan ja, staat. Ja. Dus, nou ja. Maar goed. David moet zich nog even een beetje inlezen. Hè? Ja, je kunt hem ook niet kwalijk nemen natuurlijk. Nee, maar het is ook wel weer different cook, hè? Zou Van Gaal zeggen dan. Want West Ham is natuurlijk geen geweldig voetballende ploeg, maar wel dit. Ja. Kijk, wat Wiever had met die spelers van Roma in de tunnel, dat die keken dacht van, ik ben toch 1,90 meter, nou, dat is allemaal reuze. Mm-hmm. Ja, dat gaat AZ nu ook krijgen. Als ze naar dat Olympisch Stadion in Londen gaan. Ben jij vast wel eens geweest, of niet? Ja, ik ben daar geweest, ja. En? Ja. Ik vind het voor een voetbalstadion niet echt heel erg geschikt. Wat dan? Denk ik. Ja, het is toch een Olympisch Stadion. Ja, maar dat was dit Olympisch Stadion. Ja, oké, okay, dat is ook zo, maar... Maar ja, minder misschien sfeer. Ja, ik was er een jaar of 10 geleden, hoor. Dus, oh, maar ze hebben het nou wel helemaal... Ze hebben het helemaal aangepast. Ja, dat ja, is, okay. Het is maar wel... het oude West Ham Stadion was wel echt top. Daar ben je daar geweest, ja? Ja, ben ik geweest. Nou, daar ben ik nooit geweest, maar... Boulain Ground, ja. Ja, Londen natuurlijk sowieso een prachtige voetbalstad. Misschien dat we er met VI ook nog die kant op gaan. Voor die wedstrijd moeten we even kijken. Er waren nog wat andere verrassingen trouwens. Manchester United kansloos uit te schakelen door Sevilla uiteindelijk. Leverkusen is door. Een grote overwinning op Union Saint-Gilles. Dat had ik wel verwacht uiteindelijk, Leverkusen. Ja. 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 Mitchell Bakker gescoord, hè, zag ik nog. Ja, klopt inderdaad, ja. Dus en, ja. Roma, Leverkusen. Ja, en Juventus tegen... Of nee, Juventus tegen Sevilla. Wie gaat de Europa League winnen, denk je? Juventus. Die hebben ook Roma was ook een beetje in rouw gisteren trouwens. Hè. Ik weet niet, dat heb jij denk ik niet meegekregen. Maar ik liep beneden... En al die mannetjes, want ze hebben geloof ik 384 mensen in dienst, allemaal in zo'n pak, weet je wel. Ja. Allemaal druk, allemaal baasjes. Maar ze waren een beetje mineur, want Juventus heeft die zaak gewonnen. Die hadden natuurlijk in eerste instantie 15 punten in mindering gekregen. En dat is nu teruggedraaid. Ze krijgen nog wel een straf, maar deze was buiten proportioneel, geloof ik. Dus dat betekent dat ze ineens weer derde staan. En dat is Roma moet nog even aan de bak voor een Champions League ticket. Dus ze hadden dan wel van Feyenoord gewonnen, maar dat was ook wel iets wat... Wat ze niet lekker zat gisteren. Nee. Hey, dan hebben we in deze VI-ZSM ook nog de rubriek het meest gelezen op VI.nl. Dan ga ik jou even bijpraten. Want dat gaat over een verklaring van een oudspeler van AZ, Zakaria Abouglal, die bij Toulouse speelt tegenwoordig. Die heeft uitgelegd waarom hij met rug nummer 6 speelt. Waarom zou die, denk je, met rug nummer 6 spelen als aanvaller? Geen idee. Hij heeft uitgelegd. De meeste nummer 6'en zijn traag op het veld, dus koos ik nummer 6, zodat mijn tegenstanders zouden denken dat ik ook traag was. Nou ja, dat is wel geniaal. Geniaal. Dat mensen daar niet eerder op zijn gekomen. Ja. Toch een beetje een soort psychologie van de koude grond, toch? Ja. Ik ken ook als met 9 gaan spelen als centrale verdediger. Ja, weet je wie dat ooit gedaan heeft? Als 9, met 9 als centrale verdediger? Oeh. Nou? Khalid Boularus bij Chelsea. En waarom was dat? Ja, voor mij was nummer dat... Nummer was over of zo? Nummer was over. Ja, ze kiezen zulke gekke nummers tegenwoordig. Je mag ook alles kiezen. Dus ja. 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 Nou, heel slim. Dat is de meest gelezen rubriek. Meest gelezen artikel op VI.nl. Dus dan denk je, we hebben prachtige wedstrijden gezien. Europa League, Conference League. En dit is dat meest gelezen bericht op VI.nl. Clickbait, inderdaad, ja. Wat was de kop? De kop was... Zes speel of zo, wat is het? Ludieke verklaring voor opvallende rugnummerkeuze Abouglal. Ja, had ik hem ook aangeklikt. Had jij hem ook aangeklikt? Ja, natuurlijk. Ja, ik ben toch even nieuwsgierig. Ja, en dan hebben we ook nog het meest gelezen op VI Pro. Ik heb het artikel niet gelezen, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat is het interview van Tom Knipping met Frank van Mosseveld, de RKC-baas. Dat heb ik ook nog niet gelezen. Nee. De kop is, een clubdirecteur hoeft niet eens een strikdiploma te hebben. Marco Bogen zei ooit tegen mij van, als technisch directeur ben je hooguit een dag in de week aan het werk. Dus ja, dat soort dingen allemaal. Je kan hem inderdaad zo ingewikkeld maken als je zelf wil. Maar het eerste wat ik zo doe, is naar mijn kamer lopen en meteen dat stuk van Knipping aanklikken om het even te lezen natuurlijk. Nou, ga het maar meteen doen. Zou ik sowieso al die mensen willen aanraden om VE Pro te lezen. Ja, hè? Tuurlijk, ja. Ik heb alleen niet zo'n stem als sommige mensen wel om dat dan het aan te kondigen of te enthousiasmeren. Maar ik zou het wel even lezen als ik abonnementje nemen zou ik zelfs. Zullen we gewoon die promo van Sjoerd instarten? En, met die telcelstem, ja. Dat hij het even aankondigt. Ja, nee, dat is het beste, ja. Want voor de ZSM-luisteraars hebben we ook een speciale VE Pro actie. Dus iedereen wordt bediend. Nou ja, dat is toch mooi. Daar zijn we voor. Ciao Martijn. Nee, ik heb niks meer. Jij? Nee, ik weet niet. Wordt er vanavond nog gevoetbald? Oh, is er vanavond nog wat? Ja, ik ben natuurlijk eventjes alleen maar die Feyenoord-tunnel gezeten. Wij zitten echt in die bubbel zitten wij. Sowieso, Arsenal Southampton hebben we.
Arsenal-Southampton. Ja. Ja, die wint Arsenal wel. Wint Arsenal wel. En dan over een dag of 10, denk ik, City-Arsenal, hè? Nee, volgens mij komende donderdag al, toch? Binnenkort in ieder geval. Koningsdag is dat, geloof ik. Is dat Koningsdag? Ja, volgens mij wel. Zeg ik even uit mijn hoofd, hoor. Ja, nou, dat is wel iets om naar uit te kijken, natuurlijk. Ja, zeker, ja. En we hebben Volendam tegen Cambuur. Ja. En waarschijnlijk nog keukenkampioen-divisie. Ik denk dat Volendam wint. We hebben Cambuur gezien. Ik denk dat Volendam wint. En dan zullen ze in Leeuwarden toch wel denken dat het gebeurd is. Ik hoor Groningen nog wel zeggen van... we geloven er allemaal nog in. Ja. Je kan ook als Sinterklaas geloven. Ja. Dat soort dingen. Doen we ook niet meer. Wat zeg je? Dat doen we ook niet meer. Ik niet, maar er zijn zat die het wel doen. Ik weet niet of we hele jonge luisteraars hebben, maar... Ja. Nou ja, hij bestaat, hoor. Wat is dit nou weer? Hij bestaat. Ja. Ja. Martijn, zoals Marian zou zeggen, ciao ciao en al het goeie. Al het goeie, wij gaan zo vliegen, dus zonder dat we eigenlijk hier weg moeten. Ja, je zou hier nog wel een dagje willen blijven eigenlijk. In Nederland is heel slecht weer, hoor ik, hè? Oh, dat is kut. Ja. Nou ja. Het is niet anders. Ciao ciao. Allemaal dankzij Dybala.